Bij Lodewijks Groene Geluk draait het niet alleen om het echt vergroenen van je leefomgeving, maar ook groener te leven. Maak gebruik van de zon. Alleen als ik dat nou wil, waar begin ik dan? Nou, stap 1, advies inwinnen. Dat gaat doen. De zon schijnt. Ze zeggen het is gratis energie. En ik wil nu zonnepanelen. Waar begin ik? Vanaf het moment dat de klant zegt ik wil zonnepanelen, gaan wij naar de klant toe. Gaan kijken wat de situatie is. Wat voor mogelijkheden er zijn. Dus is mijn woning geschikt of mijn bedrijfsgebouw, dat kan natuurlijk ook. Precies. En dan? Dan gaan we samen kijken van hey, waar zouden die zonnepanelen dan nou kunnen? Hoe ligt je dak erbij? Is het schuin dak? Is het plat dak? Want de behoefte aan stroom wordt steeds groter. Nou, dat is wel verstandig om daar vast rekening mee te houden als je tot aanschaf van zonnepanelen gaat. Maar geld is voor mensen natuurlijk best wel belangrijk. Gaat dat zijn geld ook opleveren? Wat je normaal aan je energierekening betaalt, daardoor betaal je eigenlijk je zonnepanelen af. Na 6 jaar heb je je zonnepanelen betaald en daarna verdien je eigenlijk alleen maar geld aan je zonnepanelen. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen het geld heeft om te zeggen van nou, hè, ik zing die 6 jaar wel uit. Je moet het geld wel hebben om te kunnen installeren. Ja. Zijn er oplossingen voor? Ja, er zijn zeker oplossingen voor. Er zijn mogelijkheden om de zonnepanelen te huren. En dan huur je de zonnepanelen, dan betaal je een vast maandbedrag, maar je bespaart wel direct op je energierekening. En na 10 jaar word je dan eigenaar van de zonnepanelen. Wil je niet huren omdat je geen huurcontract aan wilt, maar je wilt zelf een financiering afsluiten, dan kunnen we ook voor ontzorgen. Maar vervolgens heb ik ze. Jij adviseert mensen dan eigenlijk ook, neem ook vooral een app. Neem in ieder geval de app inderdaad, want dan zie je en de opbrengst. Dat is aan de ene kant leuk ook, hè, van nee, ik heb geïnvesteerd. En ze zeggen dat ik 3000 kilowattuur kan opbrengen, maar is dat dan ook zo? Nou, ja. Dat lees je uit op je app. Dus het is een hulpmiddel ook om die zonnepanelen aan het draaien te houden. Nou, je hebt geholpen in het proces, hè? Ik weet waar het moet liggen, ik heb de zonnepanelen aangeschaft. Maar goed, dan blijft het 25 jaar liggen. Heb ik dan helemaal geen omkijken meer naar? Ons advies is, neem een onderhoudscontract daarbij. En we hebben het EAG zekerheidspakket. Wat doet hij? Die komt 1 keer per jaar langs om te kijken van functioneert het systeem nog zoals het moet. En je zonnepanelen worden schoongemaakt. Maar ja, dan heb ik ze op mijn dak gelegd en dan ga ik over een paar jaar verhuizen. Dat is ook zonde van mijn geld dan? Nou, je huis is meer waard geworden. Je hebt mooi 5 jaar duurzame energie opgewekt. Dus dat is denk ik al positief. En ons advies zou zijn, plaats op je nieuwe woning ook nieuwe zonnepanelen.